Een groep kunstenaars in de biotoop in Haren heeft de kelder van dit voormalige biologisch centrum omgetoverd tot een galerie waar ze hun kunst ook verkopen. Dit omdat deze gebruikers van de panden er de komende winter ook warmpjes bij willen zitten. Dit gaat lastig worden, want de biotoop is een groot gebouw wat door de hoge energieprijzen duur is om te verwarmen. Ik had het idee van, nou, dat gaan we gewoon meteen doen. En toen hebben we gewoon heel impulsief deze actie opgezet en er zijn heel veel mensen op afgekomen. Ja, het is eigenlijk twee vliegen in één klap. We hebben natuurlijk elk jaar de biotoop opendag, de biotopendag. En ja, om gewoon wat extra's te doen en ook vooral op de verkoop gericht. En juist nu zit hier in een heel groot pand wat redelijk verouderd is. Dus ja, dan is het moeilijk om dat duurzaam te maken. Het was al langer een wens van de kunstenaars die hun ateliers in de biotoop hebben om vaker samen te exposeren. De noodzaak om de dure energierekening op te hoesten heeft dit idee in een stroomversnelling gebracht. De actualiteit is dat wij hier in de biotoop met z'n allen ongelooflijk aan het bezuinigen zijn, omdat onze elektriciteitskosten heel erg hoog zijn. En we zijn daar dus met z'n allen de schouders onder aan het zetten van hup. Allemaal oude apparatuur naar de Milieustraat. En nou, van alles zijn we aan het doen. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook kijken, hoe kan ik hier blijven door mijn omzet te verhogen. De expositie is nog tot en met zondag te bezoeken aan de Kerklaan 30 in Haren.